Goedemorgen. Broeders, zusters, wat goed om u te ontmoeten. Maar ook die vanmorgen thuis met ons verbonden te zijn. En misschien mag ik een paar dingen even noemen. Er wordt geluisterd in Limburg, er wordt geluisterd in Hilversum. Er wordt geluisterd in Leusden, het hele land door. Dus u staat als gemeente goed op de kaart. Maar dat verspreidt ook een zegen, want we hebben iets te vertellen aan de mensen. De beste boodschap van de wereld. En dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, voordat ik de Bijbel ga openen, heb ik iets met u te delen. Het zal ongetwijfeld bij u ook het geval zijn. Dat er in een week die achter ons ligt. soms heel veel dingen kunnen passeren. Dingen die niet voorzien zijn. Dingen die zo op je weg komen. En dat gebeurde deze week ook bij mij. En ik moet u ook zeggen dat er vanmorgen mensen. broeders, zusters meeluisteren. die met de laatste fase van hun leven bezig zijn. En dat kwam ook deze week. Op mijn weg. En ik correspondeer dan wel eens via de mail met corine En ik mag het wel zo zeggen dat de Heilige Geest haar iets meegaf wat mij op een ander spoor zette. Ik had haar gemaild dat ik hoop zondag in alkmaar te zijn en ik hoop te spreken over openbaring 6. En dat had ik ook helemaal voorbereid. Tot op het moment dat de Heer me op een ander spoor zette. En dat is ook mede Corine. En ik herhaal even wat ze mij schreef, of tenminste, ik laat even aan u weten. Ik heb even een paar korte zinnen. Daaraan gaat wat vooraf natuurlijk, maar er staat. En ik bid dan ook altijd bij de Heer Jezus, als u wist dat, Dick, in dit geval jij, iets anders moet spreken. Dan geeft u Hem woorden uit uw woord voor ons allen. En dan is het denk ik heel belangrijk, broeder-zuster, dat je luistert, ook via je broeder-zuster, naar de stem van de Heer en wat u ook wil zeggen. Dat is heel belangrijk. En dat heeft mij ook op een ander spoor gezet. Vandaar dat ik vanmorgen een ander gedeelte uit het woord van God heb gekozen. Dankjewel, Corine. We gaan de Bijbel openen bij een drietal schriftgedeeltes. En ik begin bij een heel bekend gedeelte: en dat is Johannes 14. Johannes 14, en ik lees van de versen 1 tot en met 6. De Heer Jezus is daar aan het woord. Hij zegt tegen zijn discipelen, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, omdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Thomas zei tegen hem, heren. We weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we dan de weg weten? Jezus zei tegen Hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan gaan we naar de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5. Het eerste vers, 2 Korinthe 5, vers 1. We lezen daar: wij weten immers dat wanneer onze aardse huis, dat is ons lichaam, onze tent of tabernakel, deze tent afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dan naar Openbaring. Openbaring 21. Vanaf het eerste vers. Er staat en ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man zielig gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammer, klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Broeders, zuster. Johannes 14, het gaat over het Vaderhuis. Maar het gaat ook over het feit dat de Heer Jezus iets ziet in zijn, naar Zijn discipelen toe. En ik denk te mogen zeggen dat Hij, de Zoon van God, bij ieder detail in ons leven betrokken is. Denk nooit dat u in welke omstandigheden dan ook alleen staat. Want de Heer Jezus heeft alles meegemaakt waar wij nu mee worstelen. En Hij is ook niet op afstand, maar Hij is heel dicht bij ons. U leest onder andere in het 23e vers van hoofdstuk 14. Daar staat onder andere. Dat als wij geloven, ik zal het even citeren, Jezus antwoordde en zei tegen Hem, als iemand mij lief heeft, zal Hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal Hem lief hebben en wij zullen naar Hem toekomen en bij Hem intrek nemen. Dat is toch heel bijzonder hè? Dan moet je zich voorstellen, een belofte dat de Heer Jezus Christus, als wij Hem lief hebben... en hoe zou je Hem niet kunnen lief hebben? Want dat is natuurlijk heel bijzonder, want Hij heeft ons eerst lief gehad. En die liefde die is zo veelomvattend, dat Hij de dood inging voor u en mij. Broeders, zusters, toen ik vanmorgen opstond, toen dacht ik, ja... De zon schijnt en de zon van de gerechtigheid, de Jezus, is in u en mijn hart opgegaan. Maar het is ook de eerste dag van de week waarin we mogen gedenken dat de Jezus is opgestaan en dat hij heeft getriomfeerd over de dood. Dat hij zich heeft geopenbaard met tekenen aan degene die na zijn dood, laten we zeggen een opstanding, hem hebben gezien. Maar hij nam afscheid. En afscheid nemen is moeilijk. En dat is ook de reden dat ik u vanmorgen wil bemoedigen. Al de mensen, al de broeders en zusters hier, maar ook die thuis met ons verbonden zijn. Ik weet dat er mensen zijn die met de laatste fase van hun leven bezig zijn. Mag ik u dan vanmorgen bemoedigen door te zeggen. Het kost heel veel moeite om dingen los te laten. Het kost pijn en verdriet om afscheid te nemen. Maar weet dit, wij treuren niet als degenen die geen hoop hebben. En broeders en zusters, het is ook heel belangrijk om vast te stellen dat de heer Jezus de dingen ziet. En dat, hoe is het? Het is enorm belangrijk. Dat als je met mensen in contact bent, dat je bidt, dat je iets mag zien. Soms wordt er niet gesproken, kunnen mensen geen woorden vinden. Maar dan lees je op het gezicht het intense verdriet wat ze hebben over dingen. En dan mag je in doordringen, dan mag je begrip voor hebben. Maar één die daar vol begrip voor heeft, dat is de Heer Jezus en zuster. en als we hem als onze trooster in ons leven hebben, dan komen de dingen komen in een heel ander perspectief te staan. En daarom ook dat hij, dat ziet die ontroering bij zijn discipelen, en dat kun je zo voorstellen, als je iemand van harte lief hebt, met je heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met alles wat in je is, dan wil je diegene vasthouden, toch? Die wil je bij je houden, die wil je koesteren. Daar wil je mee praten, daar wil je mee knuffelen. En toch, daar is dat afscheid. Want Hij moet zijn plaats innemen bij de Vader: om voor ons te bidden. Broeder, zuster. Want Hij bidt dagelijks voor ons. Maar Hij ziet dat. En hij ziet die ontroering bij de discipelen. En hij haakt daarop in. En hij zegt het vanmorgen tegen u en mij. Tegen ons allemaal. Wees niet ontroerd. O, oh, je mag tranen hebben. Je mag ook huilen. Maar je kunt ook huilen voor blijdschap. Maar je mag die ontroering, mag je hebben. Want laten we eerlijk zijn. De discipelen hebben drie jaar met de Zoon van God opgetrokken. Ze hebben vele wonderen gezien. Ik denk, als je het laatste hoofdstuk van Johannes leest, dan zegt hij daarvan. Hij heeft zoveel dingen gedaan dat alle boeken van de wereld zullen niet kunnen bevatten wat hij heeft gedaan. Onvoorstelbaar. En hij stond tussen de mensen in. Hij was niet een mens, en ik zeg dat in alle eerbied van niveau. Zijn, zijn leven was bij de zondaren en de tollenaren. Hij bemoedigde mensen die in de problemen zaten. Hij bemoedigde, hij, hij genasse. Hij trok met hun op. En je krijgt dan een zielsverbondenheid. En dat hadden de discipelen met de Heer Jezus. Broeders, zusters. Maar dat heb je ook met een geliefde. Met iemand waar je ziels veel van houdt. En dan toch het moment daar is dat je los moet laten. Maar wat is het dan geweldig dat je mag geloven? Want dan heb je een perspectief, dan zie je vooruit welke toekomst je tegemoet gaat. Nu laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, dat is één ding. En geloven in God is heel belangrijk. Maar de enige weg tot God is de Heer Jezus. Broeder, zuster. En dan wordt wel eens een keer. Ja, ik, ik vind dat best wel moeilijk. Want laten we eerlijk zijn. Ik heb het wel vaker gezegd. Maar wij leven een beetje in een Godcultuur. We praten altijd over God. Om, het lijkt wel of we bang zijn om de. Om de naam van de Heer Jezus te noemen, die een naam heeft gekregen boven alle namen. Broeder-zuster, er is niemand, en dat getuigt Hij zelf ook van in de zesde vers, niemand komt tot de Vader dan door mij. En natuurlijk klinkt het heel vroom als we spreken over God. En je kunt, je kunt dat ook vrijmoedig doen, want mensen storen zich daar in de eerste plaats niet aan. Je kunt met de Joden spreken, met alle respect, met de orthodoxe Joden over God. Je kunt met de moslims spreken over Allah, ook God. Je kunt met de Boeddha spreken over hun God. Maar als de gesprekken naar de zoon van God gaan, heb je een verschil. Dan, je, dan komt er, dan komt er een, 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 een verdeling als het ware. Dan, dan hebben ze zoiets, ja maar dat willen we niet, want Allah heeft geen zoon. Het is dan ook een godsdienst die niet redt. Want de heer Jezus redt. Toch? Ja. Broeder en zuster, er is iets wat de heer Jezus ook de nadruk oplegt. Geloof in God. Maar geloof ook in mij. In het huis en dan komt die geweldige belofte. In het huis van mijn vader. Dat is vaderhuis. Nou, dat vaderhuis. Je kunt de vraag stellen: wanneer was dat er dan? Dat vaderhuis. Dat is er altijd geweest. Het vaderhuis is er altijd geweest. God heeft altijd een zoon gehad, broeders en zusters. En als u dat leest, dan slaat u dat thuis maar op, er wordt gesproken in spreuken 8 over de zoon, over de wijsheid, maar die wijsheid ligt in de persoon van de Heer Jezus. En wat lezen we daar? Ik was dagelijks zijn vermakingen. Ik was een troetelkind voor de Vader. En wat staat er op het eind? Allen die mij haten, hebben de dood lief. Maar het Vaderhuis is er altijd geweest. En wat is het geweldige, broeder-zuster? Dat de Heer Jezus dat heeft geopenbaard aan u en mij. Want wat zouden we anders moeten? Ik heb werkelijk medelijden, bewogenheid voor die mensen die het geloof afwijzen. Weet u, er, wordt, er is een bepaalde gedachtegang van van Je mag niet over de hel spreken, daar hoef je de mensen ook niet blij mee te maken, maar het is wel een plek die niet bestemd is voor mensen. Het is een plek die bestemd is voor de duivel en zijn afvallige engelen, broeder en zuster. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat er mensen in de hel zouden komen. God wil mensen redden. 1 Timotheüs 2, vers 4. God wil, zegt Paulus heel nadrukkelijk: God wil dat alle mensen behouden worden. En dat geloof komen in de Heer Jezus. En staat er dan tot de kennis van de waarheid? Dat zijn twee dingen. Want door de kennis van de waarheid leer je ook de diepte kennen van God zelf. Dan leer je te zien in zijn vaderhart. En wat is dat belangrijk? Broeder, zuster. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Hij kon dat zeggen toch? Want hij kwam er vandaan. En wat heeft hij op een prachtige wijze ons verteld over de liefde van de vader? Broeder, zuster. En je kunt het je zo voorstellen. Ik probeer er wel een beetje in te leven wat het voor hem moet zijn geweest. En dat speelt zich allemaal af voor de grondlegging van deze wereld. Dat de heer Jezus tegen zijn vader zegt: Ik ben beschikbaar om uw wil te doen. Want weet u, broeders en zusters, dat, 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 dat zegt Paulus ook in de efeze dat u en ik, dat wij geroepen zijn voor de grondlegging van deze wereld. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat kun je bijna niet bevatten. Maar weet u, God. De tijden van onze onwetendheid overziende, heeft alles gezien vanaf het begin. En hoe het einde zal worden. Hij is volmaakt in zijn denken. Bij hem zijn er geen enkele beperkingen. En weet u wat dan zo machtig is, broeder en zuster, dat wij die God, die vader, mogen toebehoren? Waar moeten we dan bang voor zijn, vraag ik mij af. Dus het vertrouwen, want geloven is vertrouwen. Ons vertrouwen stellen op God en zijn Zoon, de Heer Jezus. Als het anders was, zegt de Heer Jezus, ik zou het u gezegd worden, maar, hebben, maar het is niet anders. Wat zegt hij dan? Ik ga heen. En hij is heen gegaan. En hij heeft de plaats ingenomen aan de rechterzijde van de Vader. Stefanus, als we dat gedeelte lezen in handelingen 7, heel bijzonder. De eerste martelaar van de kerk, die stierf met een zegen op zijn lippen. Hij bad nog voor degene die hem ombrachten. Ik denk dat het een, 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 ook een aanleiding is geweest dat Paulus teruggreep, want hij was erbij toen Stefanus gestenigd werd. Maar God die schoof als het ware het gordijn even opzij toen hij daar voor de raad stond. Ik zie de hemel geopend en ik zie de zoon van God staan aan de rechterzijde van de vader. Kijk. Dat is taal van een gelovige. Hij laat ons over de grenzen van de dood heen zien. Broeders, zuster. En wat is dat geweldig voor degene die met de laatste fase van het leven bezig zijn. Of u of jij. Die zo, laten we zeggen, te maken heeft met, met, met moeilijkheden, met zorg, met verdriet, dat je in het leven stuk gelopen bent. We hebben vanmorgen heeft onze broeder gebeden voor de ramp die de, wereld of de Nederland heeft getroffen. En weet u, het laat iets zien. Wij denken alles onder controle te hebben. Nee dus. Mag ik het zo zeggen? Het zijn toch wel signalen van, van de Heer zelf. Ik zeg niet dat hij het bewerkt. Absoluut niet. Maar het zijn dingen, wij denken alles onder controle te hebben. Maar die arme mensen die gestorven zijn. Kennen ze de heer Jezus? Dan is het zo belangrijk dat de boodschap van het evangelie... Juist in deze tijd, broeders en zusters... Waar heel veel mensen in angst leven, laten we maar eerlijk zijn. Want het mensom is angstig. Angstig voor wat er gebeuren gaat. Maar wij hoeven niet bang te zijn, omdat ons vertrouwen is in de Heer Jezus. Broeder, zuster. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Nu, we weten. Hij stond met zijn discipelen op de olijfberg. Hij geeft nog een aantal dingen door op dat moment en dan wordt hij opgenomen. En dan staren ze naar de hemel. Misschien mag ik het zo zeggen, het is heel teer. Maar als iemand overlijdt en, en je ziet dat. Dan weet je als het een gelovige is. Ik heb zowel bij mijn vrouw als bij mijn dochter gezegd. Toen ze de laatste ademen uitbliezen. Nu zijn ze thuis. Dat is onze eindbestemming. Broeders, zusters. Nu zijn ze thuis. En wat zijn ze voor een hoop dingen bewaard gebleven. Laten we eerlijk zijn. Maar dat mag ik u vanmorgen mee bemoedigen. Als je elkaar loslaat. En je weet dat je gelooft, dat je vertrouwen hebt gesteld op de heer Jezus. Dan weet je, ze zijn thuis. En dan komt naar voren toe wat de heer Jezus ook bidt in Johannes 17. Ik zal dat voorlezen, broeders-zusters, in het hoge priesterlijk gebed. Er staat, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zullen aanschouwen, die gij me gegeven hebt. Dat is toch heel bijzonder? Hè? Het verlangen van de Heer Jezus spreekt ook vanmorgen tot u en tot mij. Hij ziet er naar uit dat wij bij hem komen, want dat is zijn gebed. Broeder, zuster, Hij ging de dood in voor u en mij, Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Hij, de goede herder, gaf zijn leven voor zijn schapen om ons te redden. Eeuwig leven. En als je dan, dat heb ik gelezen met u in 2 Corinthe 5, dat is eigenlijk een heel mooi verse, waar Paulus zegt dan, Paulus die leefde ook best wel op aarde, maar dat was bij hem ook een diep verlangen naar de hemel. Want wat zegt hij tegen. Tegen die moties met Christus te zijn. is verreweg het beste. Maar ik blijf nog even om u. En dat is ook een genade. Ik heb het. Mijn eerste preek. toen mijn vrouw overleden was. heb ik hier in Oudmar gehouden. En toen zei. waar de heerlijkheid ging. bevorderd tot heerlijkheid. heb ik gezegd. als u het, u het goed herinnert. ik mocht niet mee. Maar ik had wel een diep verlangen. Maar ik ben ook dankbaar dat ik nog mag leven. En dat ik met u mag delen welke rijkdommen we hebben ontvangen in de Heer Jezus, broeders en zusters. En dan kan ik me zo voorstellen dat Paulus zegt, ik heb een diep verlangen om Hem te ontmoeten. Maar bij u te blijven, dat is ook noodzakelijk. Want ik wil u vertellen van de grote daden van de Heer. En ik wil u bemoedigen en juist bij de hand nemen. door een tijd van moeilijkheden en angst. om uit te zien naar de komst van de heer Jezus. Dat is geweldig, broeder, zuster. Wat een bemoediging. Maar wat zegt Paulus er in 2 Corinthië 5? Het eerste vers, dat hebben we gelezen. Onze aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken. Nou, dat is zo, als we ouder worden. Dan zie je dat de moeite toenemen. Het lichaam wordt zwakker. Als je jong bent, ik zeg wel eens: van, van. Toen ik jong was, sprong ik zonder iets aan te raken over een hek. En ik moet nog denken aan een twijgje... daar kan ik mijn benen overbreken. Maar zo, zo ligt het: van. Je merkt gewoon dat het aardse tabernakeltje wordt afgebroken. En je. Goed, we hebben natuurlijk, laten we maar eerlijk zijn, in onze samenleving worden er middelen aangeprezen dat je de eeuwige jeugd zou hebben. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar, lieve broeders en zusters, want dat is niet zo. Eeuwig leven is er bij de zoon van God. Maar weet u, en dat zegt Paulus zo vol overtuiging, als wij dan die aardse tent moeten verlaten, die afgebroken wordt stukje bij beetje, dan hebben wij een gebouw bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En weet u, en nu zag ik het is heel teer. Want je moet soms ook afscheid nemen van mensen die je lief zijn, die niet geloven. Maar één ding wil ik vanmorgen ook met u delen. Wij We weten niet wat in het laatste moment van een leven nog kan passeren. Dus het is niet aan ons. Om te zeggen of iemand wel of niet verloren is, broeder, zuster. Ik denk met eerbied gezegd en ik weet dat het heel anders zal zijn, hoor. Maar als we met onze menselijke maatstaven in de hemel om ons heen zouden kunnen kijken en we kunnen daar om ons heen zien, maar dan zouden we daar heel veel mensen tegenkomen waarvan we denken. Dus ik wil daar heel duidelijk voor zeggen: het is niet aan ons. Dat is het niet. Sommige mensen, en ik heb er ervaring mee, die op het laatste moment van hun leven hun hart nog openen voor de Heer Jezus. Denk maar aan de moordenaar aan het kruis. En wat zegt hij dan? Heden, zegt de Heer Jezus, zult u met mij in het paradijs zijn. En ik denk, dat moet ik toch even verklaren. En ongetwijfeld zult u dat weten. Maar de gelovigen die nu sterven, gaan naar het paradijs. Dat is een tussenfase van het Vaderhuis. En als de gemeente straks voltallig is en de Heer Jezus komt op de wolken van de hemel om dat complete gebouw, dat complete huis waar we bezig zijn met de laatste bouwstenen, geestelijke bouwstenen, dan neemt Hij het op. Dan gaan we naar het Vaderhuis. En weet u wat zo? Wat, wat, wat Paulus ook zegt, daar kun je zo in verblijden. Hè? Dat de Heer Jezus als het ware zich een, een, een gemeente geloven voorstelt zonder vlek of rimpel. Met andere woorden, alle onvolmaaktheden behoren tot het verleden. En wat kun je worstelen? Misschien hebt u dat ook wel, dat je worstelt met je verleden. Dat kan ik wel, hè? Geef ik eerlijk toe, dan denk ik, heer, dat had totaal anders gemoet. En dan wordt me ook meer dat lied, wordt, he, want, want het is ook de, de tegenstander van God die je bij wijze van spreken onderuit probeert te halen. Jij? Wie denk je wel dat je bent? Zo komt hij bij ons binnen. Wat heb je wel allemaal niet gedaan? En als je daar stilstaat, broeder, zuster, ja, wat heeft. Hij dan veel te vergeven. Maar er is een lied in de bundel op wat zegt, als de zaad aan mij wijst, op mijn schuld zeg ik ja. Maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonde, maar ik volg Jezus straks na, na die plaats gewoon in het vaderlijk huis, broeders, zuster. Een geweldige toekomst, nogmaals. En dat, dat is ons wat... De apostel Paulus ons voorhoudt. En ik wil dat nog bijbenoemen. Hij zegt, in 2 Corinthië 12 heeft hij het voorrecht gehad, hij spreekt dat in de derde vorm, maar hij heeft het voorrecht gehad om even, even te zien. Hij is opgenomen geweest tot in de derde hemel, zegt de Bijbel. Wat zegt hij dan? Ik heb daar geweldige dingen gezien. Ik heb daar woorden gehoord, die kan ik niet uitspreken. En dan is die plaats zo geweldig. Zo bijzonder, broeder en zuster. Dus als je daarover spreekt en je daarin verdiept, dan, dan, dan mag je eigenlijk de roep wel versterken. Kom, Smoediger Jezus. Kom. En laat ons genieten van uw heerlijkheid. Laat ons genieten van uw aanwezigheid. Laat ons genieten van de volmaaktheid waar we in terecht komen. Laten we genieten van uw persoon. Laten we genieten van elkaar. Daar is er geen laster meer. Daar is geen verdriet meer. Daar is geen rouwstoet meer. Niks van het alles. Wil ik u vanmorgen mee bemoedigen. Ik zeg het nogmaals. U die lichaam. Misschien dat u vanmorgen luistert. Dat u zegt. Mijn leven is stuk. Ik wil niet meer verder. Heel veel jonge mensen hebben dat. Dan wil ik u vanmorgen vertellen. Het is de moeite waard om te leven. Leg je handen. In de handen van je verlosser. Want hij is op zoek naar jou. Hij wil je ontvangen. Hij wil je perspectief geven in je leven. Je hoeft niet in angst te leven. Integendeel. Nu, broeders, zuster, we hebben ook een aantal teksten gelezen uit Openbaring 21. En er wordt eigenlijk heel weinig gesproken over het hiernamaals, kun je wel zeggen. Er zijn een paar dingen, maar dan, dan wordt er ook genoeg over gezegd. Maar misschien dat we dat even moeten opslaan. Openbaring 21. We zien daar het beeld verschijnen dat Johannes ook ziet uiteraard. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En ik, de zee was niet meer, dat betekent scheiding. De zee is er niet meer. Maar er komt iets nieuws. Maar God heeft door zijn persoon, de Heer Jezus, van u en mij al een nieuwe schepping gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 17. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Vergeet dat nooit. Het Oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Broeder, zuster, in de hulpverlening, in de horizontale hulpverlening, moeten mensen vaak heel vaak terug naar hun verleden. Zet er een dikke streep door een kruis. Want je bent in Christus een nieuwe schepping. Het Oude is voorbij gegaan. Ik wil je aanmoedigen om het nieuwe leven volledig tot zijn recht te laten komen. Vergeet wat er achter je ligt, zegt de apostel Paulus ook. Ik vergeet wat er achter me ligt. En hij, hij had heel wat om te vergeten. En ik wil me uitstrekken naar hetgeen wat voor me ligt. Broeder, zuster. Ik moet dan zeggen ook, als ik nou even Johannes 14, daar ligt er ook een enorme belofte. Een belofte dat hij zegt, als ik heen gegaan ben, en als ik u plaatsbereid heb, dan kom ik terug. Dat is een belofte. Met andere woorden, hij komt terug. En dat werkt de apostel Paulus uit in zijn brieven, de eerste en de tweede Thessalonicense brief, en ook aan de Korintiërs, 1 Kinti 15. Hij komt terug om ons tot hem te nemen. En dat is nu juist iets wat we elkaar moeten voorhouden. Elke keer weer opnieuw. Dat we bepaald moeten worden dat er Jezus spoedig komt. Dat Hij zijn belofte inwilligt door te zeggen: Ik kom terug. En Hij komt spoedig terug. Ja, zeggen mensen van, oh, dat duurt nog heel veel. Nu, ik ben altijd geneigd om te zeggen: Hij komt spoedig terug. Of je dat nou wel of niet gelooft, dat gebeurt gewoon. De Bijbel zegt dat. Hij komt terug. En wat zou het mooi zijn? Wat Paulus ook zegt in de tegen de Korinthiërs... als hij terugkomt, dat we een verheerlijk lichaam krijgen wat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer Jezus, zonder ziekte, zonder pijn, zonder moeite, zonder zorg, zonder rouw, noemt u maar op. Wat kunnen we te maken hebben met beperkingen? Die zijn allemaal behoren tot het verleden. Volmaakt, broeder, zuster. Wat bijzonder hè? Nu. Die belofte die staat, en daar mogen we ons aan vasthouden. We mogen daar naartoe leven en we mogen die roep versterken met al degenen die hem lief hebben. De zee was niet meer. En ik Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man zielig gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God. Bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God. Wat is dat toch mooi, broeders en zuster? En als ik u even meeneem dat het Oude Testament, toen Mozes opdracht kreeg om de tabernakel te maken, wat zegt God? Ik wil bij het volk wonen, te midden van het volk. En, en daar zijn natuurlijk tekeningen van gemaakt, maar als u dat leest in de Bijbel, hoe mooi die stammen om de tabernakel waren gegroepeerd. Want God is een God van orde. Zo bijzonder, broeders en zusters. En weet u, ze hadden de opening van de tent, die stond allemaal gericht naar de tabernakel. Dus als ze de tent open deden, dan zagen ze. Dus ze gingen de heerlijkheid van de Heer, want Hij woonde in hun midden. Is dat niet bijzonder? Nu, wij hebben vanmorgen ook iets te delen met elkaar. De Heer Jezus is naar Zijn woord en belofte. Hij tabernakelt onder ons, om het zomaar te zeggen. Hij is door Zijn woord en Zijn geest is in ons midden. En we mogen ons verheugen op het feit. Dat waar we ook samenkomen, met welk getal dan ook, Hij is in ons midden. Broeder, zuster. Dat is het verlangen van God. En dat zal zich herhalen. als straks die nieuwe stad. En dan zal God weer wonen bij de mensen. Nou, moet u mij niet vragen om daar een voorstelling van te maken. Want dat is, voor, dat is niet mogelijk. Dat is niet te bevatten. Maar één ding. Wij zullen bij hem zijn en we zullen het lam zien tot in alle eeuwigheid en dat vind ik ook heel belangrijk. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Misschien dat u vanmorgen in uw hart huilt. hier maar ook thuis. Misschien dat u verdriet hebt om het loslaten. Maar God zal zelf de tranen van de ogen afwissen. Maar hij heeft ook tranen gegeven om te huilen. Hij bewaart ze als het ware zoals de psalmist het zegt in een kruik. Broeder, zuster. Ik heb u vanmorgen vanuit het diepst van mijn hart willen bemoedigen. Wees niet angstig. Wees niet bang. Denk aan het feit dat we een geweldige toekomst tegemoet gaan. We zullen straks onze intrede doen met elkaar. In het huis van de vader met de vele woningen. En dan zal alle onvolmaakheid tot het verleden behoren. Ach, heren, de roep versterken mogen we met elkaar. Kom spoedig. Kom spoedig. Amen. Ik wil graag. Eerste heren, danken met u. Vader, wat zijn we bijzonder bevoorrecht als uw kinderen. Dat we eeuwig leven mochten ontvangen door het geloof in de Heer Jezus. Wat een bijzondere genade hier. We mogen u lief hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En Heer, u weet wat er op dit moment in onze harten en in onze gedachten leeft. Hier, in deze zaal, maar ook die thuis met ons verbonden zijn. En ik wil het bidden voor een ieder. Heer, geeft u kracht om los te laten, als je elkaar moet loslaten. Bemoedig degene die achterblijven. Maar laat vooral uw troost er zijn. Bij een ieder die leeft, Heer, in zorg en verdriet. Of het nu jongeren zijn of ouderen. Nou, wij mogen ons vasthouden, Heer, aan die troost die u biedt in uw woord. Nou, Apostel Paulus heeft ons daar verschillende dingen over verteld, maar u zelf, Heer Jezus. Zegt het ook vanmorgen over de hoofden van de discipelen heen naar ons toe. Uw hart wordt niet ontroerd. Hij, de kenner van het hart, hij komt heel dicht bij u en mij. U komt heel dicht bij ons. Wat een zegen, Heer. En u begrijpt ons. U weet wat we nodig hebben. Dank u wel dat alle moeite, zorg, verdriet, beperkingen of wat dan ook... Straks tot het verleden zullen horen. En dat wij deel uit mogen maken van het nieuwe Jeruzalem. De stad waar u woont en waar u in het midden van uw volk woont. En we zullen wandelen over de stad van de Vrede. En over de straten van de stad van de Vrede. Dank u voor die genade. We zien naar u uit, Heer Jezus. En we willen roepen met al degene die u lief hebben over de hele wereld. Kom spoedig, Jezus. Halleluja. Amen.